10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Amber is beschikbaar. En dat betekent dat ik een zieke doosopening ga doen. Oh, dit is zo chill. Open knokdozen om te ontgrendelen. Oh, dat is toch een heerlijk gevoel dat dat er staat. 39 van de 40 knokkers heb ik momenteel. Dus dat betekent dat ik niet alle knokkers heb. En dat kan natuurlijk niet. Ik wil Amber vrij spelen. Zieke knokker. En hopelijk gaan we hem deze video al krijgen dat ze heel ziek zijn. En je hebt Underworld Bow, die trouwens ook beschikbaar is. Dat komt wel. Deze video gaan we gewoon puur dozen openen. En kijken of dat gaat lukken om die nieuwe knok vrij te spelen. Want ik heb namelijk bij de Brawl Pass vies veel dozen klaarstaan. Ik heb even uitgerekend hoeveel dozen ik in totaal heb. Ik heb 35 grote dozen. En ik heb in totaal 6 megadozen hier klaarstaan. Dat komt neer op ongeveer uitgerekend 1500 edelstenen. En 1500 edelstenen, daar zou je normaal gesproken ongeveer 70 euro aan moeten spenderen. Wil je dat krijgen? Ah, nog wel meer. Ik denk eerder 80 euro of zo. Zoveel aan edelstenen heb ik op dit moment, zeg maar, omgerekend aan dozen. En we gaan ze allemaal opmaken. En hopelijk kan ik de nieuwe knokken krijgen, Amber. Anders zou het echt heel erg behalen zijn. Maar oh, we gaan erachter komen. En als jullie zin hebben in deze Brawl Stars video, smash dan duimpje omhoog. Zouden we de 5, 6, 7000 likes kunnen halen? Of weer een keertje de 10.000 likes. Zou heel nice zijn als dat gaat lukken. Want het is al best wel een tijdje geleden dat we dat hebben gehaald. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van alle Brawl Stars video's en andere video's. En gebruik natuurlijk de code BOOS in de shop. Daarmee help je mij, support je mij een beetje. En dan helpen we elkaar. Ik maak leuke video's en jullie supporten mij een beetje. Dus vergeet dat natuurlijk niet te doen. Maar ik ga naar de winkel. Oh nee, ik ga niet naar de winkel. Ik ga naar de Brawl Pass. En gaan we gewoon dozen openen. Ik hoop heel stiekem dat ik uit de eerste doos gewoon de nieuwe knokken kan krijgen. Dus ik begin gewoon lekker met de megadoos. Is de kans net iets groter? Ik ga trouwens eerst even checken hoe groot de kans überhaupt is dat ik die nieuwe knokken ga krijgen. Dan kan je hier volgens mij zien bij megadoos. De kans op een legendarische knok is 0,8%. Dus de kans is kleiner dan 1% dat ik hem krijg uit de megadoos. Maar ja, misschien dat het wel gaat gebeuren met superveel mazzel. Het zou geniaal zijn. Ik had Gil toen hij uitkwam, had ik hem uit mijn eerste doos gekregen. Dus het kan. Het kan. Nee. Ja, trouwens, er waren ook nieuwe gadgets. Het kan volgens mij ook een nieuwe gadget zijn. Maar als dit hem is, dan word ik helemaal gek. Ah, shit. Nee, wat een prank. Wat een prank. Oh, ik dacht echt, ik krijg hem gewoon, Amber, uit mijn eerste doos. Maar ja, er zijn dus ook nieuwe gadgets. Die kunnen we trouwens eventueel ook zo meteen uitproberen. Dus Boel, Boel kan... Ah, weet je, dat maakt me niet zoveel uit. Die gadget, die ga ik binnenkort wel een keertje testen. We gaan deze video gewoon lekker dozen openen. Oh, ik dacht heel eventjes dat ik gewoon een nieuwe knokker Amber zou krijgen uit mijn eerste doos. Dat is helaas niet gelukt. Maar we hebben nog heel veel dozen te gaan. Ik hoop wel dat het in ieder geval gaat lukken om deze video Amber te krijgen. Maar nu, we hebben weer een resterend item. Hopelijk is het geen gadget. Hopelijk is het een nieuwe knokker. Het is weer een gadget. Ja, volgens mij waren er 2 nieuwe gadgets gereleased. Ik heb ze nu allebei al. Dus dat is best wel snel. Om eerlijk te zijn. Die van Max, die gaan we zo meteen dan ook testen. Oh, ik ga wel even lezen wat hij doet. Oh ja, ik had deze gadget gezien. Max, die kan zichzelf teleporteren als het ware. Je zet je gadget in en na 4 seconden word je teruggeteleporteerd waar je, zeg maar, je gadget had ingezet. En dan heb je ook dezelfde hoeveelheid HP wat je toen had toen je hem inzet. Dus als jij veel HP hebt en daarna word je heel vaak gehit, dan die HP dat je eraf hebt gekregen, dat telt dan niet mee. Dan krijg je gewoon weer erbij. Dus dat is wel echt heel chill. Maar vanaf nu, als we een resterende item hebben, is het wel Amber. Want ik heb nu volgens mij alle gadgets gekregen die ik kan krijgen. Dus nou ja, dat is dan wel handig. Want dan hebben we nu... Oh, we krijgen nu in één keer een aanbieding. 700 edelstenen. Dat kan ook nog altijd. Oh lol, die is voor 10 dagen in de store. Maar dat is mijn plan B. Ik wil eigenlijk eerst kijken of ik Amber kan krijgen uit de doos die ik hier heb staan. Ik heb niks voor niks al die dozen gespaard. Ik ben zo druk geweest om al die dozen te sparen. En het heeft ook effect gehad, want ik heb nu gewoon voor bijna 80 euro aan dozen op mijn account staan. Maar ja, dan moet ik wel de nieuwe knokken krijgen. Weer niet. Ik ben nu al bijna bij mijn laatste grote dozen. Nou, 20 edelstenen. Chill meegenomen. Kijk, maar daar heb ik er nog 26 van, dus... Nou, het zou natuurlijk goed kunnen komen. Maar we hebben geen megadozen meer. Nee, trouwens, in de store had je ook nog een aanbieding met megadozen.
Nee, dit gaat hem niet meer worden. Wel mooie coins erbij, is goed voor mijn skins. Maar dan heb ik nu alle rewards geopend die hier stonden. Dan hebben we alleen nog maar die 26 grote dozen. Wat natuurlijk ook nog heel veel is. Dat moet in principe zou kunnen lukken, toch? Zou je denken. Oh man, ik ga trouwens ondertussen even kijken hoe groot de kans nu is dat ik Amber kan krijgen. Ik denk iets nul is nog steeds 0,8%. Het is wel op het moment dat je veel dozen opent. En dan is volgens mij de kans dat je daarna Amber, of dat je een legendarische knok krijgt, wordt langzamerhand steeds groter, zeg maar. Op het duur ga je er wel eentje krijgen. En hoe meer je opent, hoe groter die kans natuurlijk wordt. Maar dan moet ik hem wel krijgen. Oh. Trouwens, mocht ik het niet krijgen, Amber, uit al deze dozen, dan ga ik gewoon zorgen dat ik nog een aanbieding ga kopen in de store. Want ik zag dat er een aanbieding was voor 4 megadozen voor 139 edelstenen of zo. Dus mocht het op de een of andere manier niet lukken dat ik uit al deze dozen Amber kan krijgen, dan gaan we dat gewoon doen. En dan heb ik omgerekend qua edelstenen ongeveer 100 euro uitgegeven, maar dat is niet nodig, want ik heb Amber gratis gekregen. Want ondanks dat deze dozen natuurlijk allemaal vet voor bij elkaar waard zijn, heb ik ze wel gratis gespaard. En dat kostte helemaal niks, wat natuurlijk logisch is, anders zou het niet gratis zijn. Maar ik heb hier heel veel voor moeten spelen, maar niks betaald. En ik krijg hem, de nieuwe knokker Amber, uit de grote doos. Let's go! Let's go, let's go, let's go. Echt, nu denken jullie, jij hebt zoveel mazzel altijd. Misschien is dat ook wel zo. Ik heb gewoon te veel mazzel. Maar ik heb hem! Oh, joh, wat nice. De nieuwe knokker Amber. Oh, dit is echt de chillste knokker die er is momenteel, volgens mij. Dit is echt heel nice. Hey, we hebben ook nog een aanbieding hier voor 60 edelstenen, 500 coins. Dat is best wel een prima aanbieding. Want voor hoeveel betaal je normaal voor 60? Ah, oh, het kost ongeveer evenveel. En je krijgt nog coins en nog zo'n boost erbij. Dan gaan we die even kopen. En dan gaan we misschien binnenkort nog die mega aanbieding kopen om Amber verder te upgraden. Dan zal ik deze inzetten op Amber. Oh, dan moet je het nu kopen. Ik wou net zeggen, kan je die punten al inzetten voordat je hem hebt gekocht? Dat zou wel raar zijn, maar ik denk dat die punten nu worden ingezet. Oh, dit is echt heel nice. Let's go, let's go, let's go. En gebruik dus de code Mouse in de shop als je zelf ook Amber gaat spelen of upgraden. Maar dan kunnen we Amber in ieder geval al een beetje upgraden. Naar welk level hebben we Amber dan? Die hebben we dan nu naar level 5. Dus dat is al nice. Ik heb nog geen gadget of sterkracht, maar dat komt nog wel. Laten we gewoon even lekker een potje spelen met Amber. En ik heb Amber natuurlijk al gebruikt tegen bots. Dat was op een ander Brawl Star app. Maar daarin kon ik natuurlijk Amber niet zo goed testen als wat ik Amber nu kan testen. Want nu speel je ook gewoon tegen mensen online, zeg maar. Ik denk echt dat ik een van de eerste Nederlanders ben die Amber heeft. Dat kan als niet anders. Binnen 10 minuten heb ik gewoon Amber al. Dat is echt heel ziek. En je doet zoveel damage. En hoe zit het trouwens als je 2 doosjes opent? Ja, je kan ze op zich wel. Oké, ik moet even uitkijken hier. Kan ik die killen? Ik moet eventjes herladen. Eventjes zorgen dat ik weer heel veel kan hitten achter elkaar. Nu kan ik misschien killen. Oké, ik moet even wennen nog hoor. Oké, die is nu dood. Ja, top. Ik heb hem super. Ik kan daar even olie neerzetten. En dan zet ik mijn olie in de fik. Kijk, dan doe je trouwens, in de vorige video zei ik dat je 4 keer of 3 keer damage deed. Je doet 4 keer damage met je olie. Dus je hit je tegenstander gewoon 4 keer. Dat is echt heel lijp. Oké, ik zal de olie weer in de fik neerzetten. Check dat! Oh, Amber OP. Ziek! Ik moet nog natuurlijk wel eventjes wennen om te spelen met Amber. Maar dit is wel echt heel nice. Oké, we doen nog even een potje knokbal. En daarna ga ik ook nog eventjes spelen met de nieuwe gadgets die ik heb gekregen. Want die heb ik ook natuurlijk nog gekregen. En die wil ik ook eventjes uitproberen. En dan ga ik binnenkort wel even een video maken dat ik Amber naar maximaal level ga upgraden. Oh, yo, check hoeveel damage ik doe. Dit is echt niet normaal. Oké, nou, ik denk dat... Ja, Paco kan al scoren. Het was een beetje zonde van mijn super. Ah, nice, nice, nice. Ik ben zo blij dat ik gewoon Amber heb gekregen. Ik had, om eerlijk te zijn, niet verwacht dat ik Amber al zou krijgen uit een van deze dozen. Nou, Paco, ga maar scoren. Helemaal omdat het zo lang duurde. Oh, yo, ben je schil of zo? Kill! Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik zal even mijn super neerzetten. En dan kill ik hem dan. Ja, kill hem nu. Ja, top. Oké, nice. Dankjewel, Paco. Ik wou net zeggen, die bol die ging ze super inzetten. Maar dit zijn trouwens bots waar we nu tegen moeten.
Ja, boom! En dat is de goal. Ja, de eerste aantal trofeeën zijn natuurlijk super easy. Het wordt pas iets moeilijker vanaf ongeveer de 105 trofeeën dan... Of nee, vanaf de 100 trofeeën moet je volgens mij niet meer tegen bots. En vanaf de 400 trofeeën wordt het wat lastiger. En vanaf de 600 trofeeën moet je echt je best gaan doen. Ja, tot die tijd is het nog niet heel ingewikkeld. Maar ik ga sowieso de komende tijd Amber even flink pushen. Maar laten we nu even spelen met de nieuwe gadgets die ik heb gekregen. Ik had dus voor Max een nieuwe gadget gekregen. En dat is dus een teleport. En dan gaan we hier daarna nog even die andere gadget proberen. Maar eerst even met Max spelen. Eens kijken hoe die gadget is. Is wel heel nice. Ik zag hem, ik dacht, oh, dit is een vette gadget. Kijk, dus als ik mijn gadget nu inzet, dan ga ik weg. En dan kan ik heel veel damage tegenkrijgen. En dan word ik zo meteen terug geteleporteerd. En dan heb ik dus mijn full HP weer terug. Je moet er wel heel voorzichtig mee zijn. Want op... moet hier even damage doen. Maar op het moment dat je doodgaat... Dan is je gadget wel weg. Dus je mag niet doodgaan. Dat is wel iets waar je op moet letten. Top. Ik heb nu ook een super, dus als chill. Ja, nice. Maar trouwens, nu heeft het niet zoveel nut om een gadget in te zetten. Ik zal het trouwens even proberen. Volgens mij, als ik... Oh, ik moet even hier iets doen trouwens. Oké, ja, dan kom ik terug op het HP wat ik toen had. En niet op het HP wat ik op een moment had toen ik zeg maar... weer terug werd geteleporteerd. Dus dat is wel een nadeel. We kunnen hier even die inzetten. Top. Ja, oké. Die Maxi moeten we nu hebben. Ja, oké. Dat ging nog maar net goed. Hier even schuilen. En dan kan ik eventueel zo meteen mijn super inzetten. Die Mortis, die moeten we hebben. Ja, die gebeurt ook wel. Oh, yo, dat ging nog maar net goed. Hier, kom hier, Mortis. Ik wil mijn super inzetten. Oké, ja. Deze moet je scoren. Bro, ga geen trickshots doen. Ik haat dat als mensen op die manier goals proberen te maken. Ga gewoon normaal scoren, jongen. Die had hij zo, als hij die normaal had binnengeschoten, had het best wel gekund. Oké, dit is... Ja, dat gaat nog maar net goed. Daar heb ik echt zo'n hekel aan als je tegen met dat soort spelers zit te spelen. Met die nieuwe gadget, daar ging het natuurlijk om. Die is wel echt heel ziek. Dan gaan we hierna natuurlijk ook nog die andere gadget gebruiken. Dus even, Mortis, als jij nog één trickshot gaat doen, ik word helemaal lijp. Ik zal nog even mijn super inzetten. Even hier die Mortis proberen te killen. Dat lukt niet echt. Ik ga nu denk ik dood. Ja, ik ga nu inderdaad dood. En die Mortis, wat doet die? Die Mortis is wel echt de slechtste medespeler ooit. Die deed helemaal niks. Oké, dan moet ik binnenkort weer even met Max pushen, zodat hij weer 605 trofeeën heeft. Nou, is niet anders. We hadden van de Bol volgens mij ook nog eentje. Ja, inderdaad, de Bol hadden we ook nog een gadget. Die had ik nog niet eens gelezen wat die inhoudt, dus dat gaan we even doen. Bol kan ze super onderbreken met een enorme stamp, waarbij je alle nabije vijanden 1,5 seconden lang vertraagt. Dat is wel ziek. Oké, heb je trouwens nu een beetje een bullmap? Nou, niet echt. Nou, we gaan gewoon even een knokbal doen. Gewoon eens kijken hoe dit is. Oh, maar dat is wel nice. Dus op het moment dat je super inzet, kan je in één keer je gadget inzetten. En dan tijdens je gadget doe je een enorme stamp. En dan doe je dus heel veel damage blijkbaar. We moeten ook tegen andere bull, dus dat is wel weer voordelig. En, oké, ik wou net zeggen, loopt hij nou hier gewoon zo heen? Nou, dat doet hij uiteindelijk niet. Ik schem... Oh, kijk. Hij heeft ook al zijn gadget. Dat heeft hij snel voor elkaar. Even hier. Ah, ik wou mijn super eventjes krijgen, zodat ik zo meteen mijn gadget kon inzetten. Ah, die Mortis. Ik zit bij zulke slechte Mortis in mijn team. Dat is niet normaal. Oké, hier. Ah, shit. Hij heeft al gescoord. Nou, dan heb ik wel bijna mijn super, dacht ik. Ja, ik zit nu op 2/3 of zo. Ik kan niet zoveel. Ik vind Bol echt niet chill in deze map. Het is ook totaal geen geschikte map voor Bol. En ook omdat we tegen een Ems moeten. Dan kan je niet zo heel veel tegen. Oh, maar Mortis doet zomaar iets goed. Hij scoort. Maar ik wil mijn gadget nog even gebruiken. Weet je wat? Dan moet ik even hier naar die bol gaan eigenlijk. Ah, die Ems. Oké, ik zal die bal even wegschieten. Misschien... Oh, oké, we hebben nu onze super. Dat is chill. Ja, top. Dan heb ik nu bijna mijn super. Bijna. Gaat Mortis daar iets kunnen doen? Oh, hij zette net de laatste super in. Dat is weer jammer. Wat gaat die... Oh, daar is een boel. Nice. Prima. Oh, hij zet ook zijn gadget in. Die boel heeft ook gewoon zijn gadget al. Dat is wel ziek. Dus dat, zo werkt hij. Je zet gewoon je gadget in. En ik zal trouwens hier weer even mijn super inzetten. En dan hier... Ja, kijk... Oké, ik heb die boel in ieder geval wel. Moet hier wel even uitkijken. Even hier nog iets hits van achteren doen. Kijken of dat helpt. Gaat Mortis dat kunnen verdedigen? Nee.
Oh shit, ja, ik dacht al, die gaat erin. Oké, we hebben verloren. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval even kunnen testen wat die nieuwe gadget inhoudt. Erg nice. Maar ik heb het niet eens goed kunnen gebruiken. Maar maakt niet uit. We hebben boel in ieder geval nog wel op 650. Dan moet ik Max nog even terugpushen. Maar dat komt wel goed. Maar dan was dit het voor deze video. Heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie dit nou een leuke video vonden, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ga de komende tijd gewoon lekker Amber, hoe je het wil noemen, ga ik gewoon lekker pushen. En dan ga ik binnenkort even Amber naar maximaal level upgraden. Ik denk met die 4 megadozen aanbieding en met de 10 dozen die ik hier heb, kan ik Amber wel maximaal level krijgen. En misschien de gadget of sterkkracht vrij spelen. Dat zou ook heel nice zijn. Maar dan was dit het echt. En dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baten. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!